Thank you, Marks. We komen met deze B-finale langs de waterfase als we dan voor zijn winnende markten aan nummer 7. Dan leefde hem dan ook direct de voorsprong op het eerste stuk, de eerste 25 meter. Nu gaan we richting het keerpunt alweer op 5 meter zwemmen. We zien dan nu in baan 4 Koen Koster verder naar voren zwemmen. Maar het is Lucas Greven die als eerste keert in 30-47. We komen deze heren hier terug naar de finishlijn. Van de Schaarsma in tweede positie, Koen Koster in derde positie. En zo hier op naar de muur. De voorsprong voor Greven is er nog wel, maar op kleiner kijk daar. Koen Koster dichterbij komen en hier liggen ze bijna gelijk met nog 12,5 meter te gaan. Greven en Koster steken net iets voor de andere zwemmers uit en zo gaan we dan op naar de muur. Hier zijn de laatste meters. Koen Koster als eerste naar de muur in een tijd van 1:04:65. De tweede tijd voor Lucas Greven, de derde tijd van Duncan van Haren en zo is dit een rijtje complete uitslag. Is officieel de winnaar van deze B-finale heet Koen Koster. Dan gaan we verder met de finale. Dames, 200 meter vrije slag bij de parazwemmers. Met opbaan 2 voor de zwemvereniging Nuenen, Tide Struik.